Mijn favoriete boek is Catch 22 door Joseph Heller. In het boek is een groep Amerikaanse soldaten, min of meer zit ze vast op een eiland in de Middellandse Zee. En dit boek vertelt eigenlijk over, zowel over de gruwelijkheden van oorlog als het totale absurdisme van oorlog. Zo is de hoofdfiguur een soldaat, Amerikaanse soldaat, en zijn superior heet major, wat op, als je dat voor het eerst leest, denk je dit kan niet. Het hoofdstuk heet ook zo, waar dat in wordt verteld. En hoe het wordt uitgelegd, denk je tegelijkertijd van ja, dit is zo goed getroffen. Op een gegeven moment wordt de hoofdfiguur ook ziek en in het ziekenhuis ligt een iemand compleet in het gips, met een fles aan de bovenkant en een fles aan de onderkant. En als de fles aan de bovenkant leeg is en de fles aan de onderkant vol, worden de flessen omgedraaid en zo herhaalt de procedure zich weer. En dat geeft tegelijkertijd ook weer hoe het verhaal circulair is verteld en steeds weer terugkeert bij dezelfde soort gruwelijkheden. Ja, en omdat dit op deze manier de waanzin en onzin van oorlog zo subliem wordt verbeeld, is dit mijn favoriete boek.